Voor je voeten kies je alleen het allerbeste. En dat tegen de scherpste prijs. Daarom gaat iedereen naar Schuurman in Borculo. Want daar heb je keuze uit meer dan 100.000 paar schoenen in elk assortiment en met de beste merken. Profiteer nu van kortingen tot maar liefst 60% op alle topmerken schoenen. Schuurman schoenen. Waar je ook loopt, je loopt het best op schoenen van Schuurman uit Borculo. Koop je in de supermarkt, kies dan voor natuurlijk. Psst, smaak, vertel eens. Want ik kreeg hier wel een champ en champignonnen tussen die andere groenten, maar die zijn toch ook wel van goede huizen, hè? Ja hoor, champ. Kijk maar eens hier. Jij kwam in een gespreid bedje en de andere bakte lekker in de zon. In een onbesproken milieu. En natuurlijk alle bescherming. Dat zit biologisch natuurlijk goed. Nou, gelukkig maar. Hoed je af, hoor. Biologisch natuurlijk goed. Kamminga wil klantgerichtere provincie. 100.000 gulden beloning voor zondagsrust. Koetsen in Lunteren wachten op museum. Dit is TV Gelderland Nieuws. Presentatie Henk Mouwen. Dag dames en heren, dit is het nieuws van woensdag 7 januari. Het Gelders provinciebestuur moet meer klantgericht worden. Dat vindt commissaris van de Koningin Kamminga. Hij verkondigde dat dinsdagavond op de nieuwjaarsreceptie van de provincie. Ambtenaren moeten oplossingen bedenken in plaats van problemen. Volgens Kamminga moeten provincieambtenaren een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven. Daar is de klant koning. Ook de provincie moet gaan werken als een onderneming, met het bedrijfsleven en de burgers als klant. Aan de kwaliteiten van de provinciale ambtenaren zal het volgens Kamminga niet liggen. Bekwaam, hoogst deskundig, integer, betrokken, enorme kwaliteit, maar tegelijk terughoudend en voorzichtig en ook afwachtend. En daarom moet er iets veranderen, vindt Kamminga. Het betekent dat iemand die met iemand van de provincie te maken krijgt, of het een medewerker van ons is, een ambtenaar of een bestuurder, die moet het gevoel krijgen, hé, dat is onmerkelijk, dat is aardig. Dat is iemand die met me meeneemt, die probeert een oplossing te vinden voor mijn probleem. Of dat allemaal lukt, moet in 1998 duidelijk worden. Zij daagt kenners uit om met de Bijbel in de hand te bewijzen dat zondag de rustdag moet zijn. Voor christenen op de hele wereld is de zondag de dag van rust en verering van God. Dat is al eeuwen zo. Het staat tenslotte in de Bijbel. Maar staat het ook echt in de Bijbel? Gelovigen van de zevende dag Adventkerk gaan net als de Joden op zaterdag naar de kerk. Dat doen ze omdat ze zich houden aan de Joodse leefregels van het Oude Testament. Met als belangrijkste samenvatting van die regels de 10 geboden. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. En de zevende dag is de zaterdag. De Adventisten houden zich zo letterlijk mogelijk aan de regels van de Bijbel. In de hoop op het eeuwige leven, als het einde der tijden aanbreekt. Dan zullen de mensen op de een of andere manier erbij bepaald worden dat ze toch zich moeten hebben gehouden aan wat God heeft voorgeschreven. Dus geloven in Jezus is ook geloven in zijn leven. En Jezus heeft in zijn leven niet anders gedaan dan Gods geboden naleven. Ook de Sabbat, hij was Heer van de Sabbat. Dus als het om een dag des Heren gaat, dan is dat ook de Bijbelse Sabbatdag, de dag waar ook Jezus Heer over is. Dus wie christen is en christen navolgt, moet dan ook net als Jezus de Sabbat houden. De meer gangbare christelijke traditie leert dat Christus is gestorven om de zonde van de mens op zich te nemen. Hoop op het eeuwige leven ontlenen deze gelovigen uit de opstanding van Christus. En Jezus verrees op zondag. Vanaf de kruisiging is de zondag de derde dag. En dan is de eerste dag van de week, de Dies Dominica, de dag van de verrijzenis dus. Dat werd de dag van de Heer en die werd toen gevierd. Voor de Adventisten telt niet de christelijke traditie, maar de letter van de Bijbel. Daarom hebben ze 100.000 gulden uitgeloofd voor degene die de heiligheid van de zondag kan bewijzen. Ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat dat bewijs niet te leveren is. En je zou dus kunnen zeggen, dat is maar een trucje, hè, om 100.000 gulden uit te loven voor een bewijs dat niet te leveren is. Misschien is dat ook wel de reden dat bij de vorige
prijsvraag, om het zo maar te zeggen, van 10.000 gulden. En niet één theoloog heeft gereageerd. Alleen mensen die in de veronderstelling verkeerden dat de zondag de Bijbels rustig was. Alleen God zelf kan de Adventisten ertoe bewegen hun kerkdiensten voortaan op zondag te houden. Maar vermoedelijk zit hij niet te wachten op een vermogen van een ton. De gemeente Doetinchem moet bijna 3,5 miljoen gulden bezuinigen de komende 3 jaar. De zwaarste klappen vallen bij het sportcentrum Rozengaarde en bij de Schouwburg Amphion. Die moeten samen ruim 2,5 ton inleveren. Daarnaast zal de welzijnssector flink moeten inleveren. De bezuinigingen zijn het gevolg van rijksbeleid, waarvoor de financiële situatie van Doetinchem is verslechterd. In Nijmegen vangen daklozen zichzelf op, uit nood geboren. Deze nachtopvang heeft veel succes. Zoveel dat de gemeente overweegt het aantal huizen hiervoor in de binnenstad met 3 uit te breiden. Schoonmaken, koken en de boekhouding. In het opvanghuis voor daklozen in Nijmegen regelen ze het allemaal zelf. In een jaar tijd wonen er weer 4 daklozen in een gewoon huis en zijn er 11 van de drugs afgeholpen. Bert van Leur zwerfde jaren over straat. Nu is hij beheerder in het opvanghuis. Het verleden van de beheerders is volgens hem de reden voor het succes van de opvang. De mensen die vroeger buiten geslapen hebben, de doelgroep die we nou hier hebben, dat zijn tevens de beheerders. En die beheerders die hebben dus wel in de gaten wat er gebeurt hier thuis onder de daklozen, omdat ze zelf daar ervaring mee hebben. Ook de gemeente is enthousiast over het succes van het opvanghuis. Dus om 2 redenen een succes, omdat er weinig tot geen overlast is. Iedereen was ontzettend bang dat er veel overlast zou optreden. En in de tweede plaats omdat het gelukt is om een aantal mensen van een verslaving af te helpen. En te zorgen dat ze maatschappelijk weer betrokken voelen en geen overlast meer bezorgen. Over de geplande uitbreiding van het aantal opvanghuizen zijn de beheerders kritisch. Ik denk niet dat er zoveel sterke mensen op straat rondlopen die zoiets kunnen handhaven. Het is het opzetten oké, maar het handhaven is nog veel moeilijker. Medio 98 beslist Nijmegen of er meer opvanghuizen komen. In een uiterste poging om de 23-jarige vermiste Ronne Schoffelmeer uit Arnhem te vinden, speurde de politie te water vandaag de IJssel af. Behalve honden werd ook sonarapparatuur ingezet. Schoffelmeer is tweede kerstdag ter hoogte van de Steeg voor het laatst gesignaleerd. Als de zoekactie van vandaag niets oplevert, stopt de politie haar inspanningen. De Lochemse bobsleer Lino Ottenhoff is met zijn team in het Oostenrijkse Eagles Nederlands kampioen viermansbob geworden. Die eerste plaats betekent nog geen ticket voor de Olympische Spelen. Daarvoor moet Ottenhoff en zijn ploeggenoten bij de eerste 12 in het klassement om de wereldbeker eindigen. De kans daarop is miniem. De Apeldoornse Anouk van Diessen stopt met atletiek. Zij kan niet meer de motivatie opbrengen om nog door te gaan. In 1996 miste de meerkampster de limiet voor de Olympische Spelen in Atlanta. Sindsdien kampt ze met blessures. Van Diessen was de laatste jaren veelvuldig Nederlands kampioen op de meerkamp. Radiozendamateur Dolf Seinhorst in Ruurlo is in verzet gekomen. Hij wil voorkomen dat in zijn woonplaats de Nozema een steunzender plaatst voor TV Gelderland. Seinhorst kan het niet bewijzen, maar vreest voor storingen in zijn computerbedrijfje en voor de volksgezondheid. Deze mast moet plaatsmaken voor een grotere tv-zender. Seinhorst is bang dat Ruurlo dan in een sterk elektromagnetisch veld komt te liggen, dat onder meer van invloed is op de gezondheid. Volgens Venhuizen van de KEMA in Arnhem voldoet de zender aan de wettelijk vastgestelde eisen. Deze zender produceert een heel veel lagere veldsterkte dan die limieten. Om er even waarde aan te verbinden, de limieten liggen op 27,5 volt per meter. En deze zender produceert rond de 1 volt per meter op het aardoppervlak. Het lijkt op grond van die limieten dat dit een zeer veilige situatie is. Dat is hun standpunt. Ons standpunt is dat niet bewezen is dat een dergelijke radio- of tv-zender niet gevaarlijk is voor de volksgezondheid. In het buitenland zijn onderzoekingen gedaan en daaruit komen andere verhalen dan wat zij beweren. Waar de nieuwe zender geplaatst wordt en hoe hoog die moet worden staat niet vast. Milieuvergunning en bestemmingsplan moeten nog gewijzigd worden. De gemeente Ruurlo heeft eigenaar Nozema daarover om duidelijkheid gevraagd. Volgens Seinhorst is er maar 1 oplossing. De oplossing is om deze radiozender, deze nieuwe zendmast, in het buitengebied te plaatsen. Het buitengebied waarvoor die bedoeld is.
waardoor veel minder mensen beïnvloed worden. En veel mensen doordat ze in de nabijheid van deze zender wonen. Jo Hermans uit Lunteren heeft 150 rijtuigen en koetsen her en der verspreid over schuren. Het liefst zag hij die ondergebracht in een museum. En daarvoor wil hij de provincie 200.000, daarvoor wil de provincie 200.000 gulden geven. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Zijn droom is een koetsmuseum. De 75-jarige Jo Hermans uit Lunteren verzamelt al 40 jaar lang allerlei soorten koetsen. Stuk voor stuk zijn het unieke rijtuigen, maar het blijven gebruiksvoorwerpen. Zomers maakt hij met zijn paarden nog dagelijks een rit. Elsje. Kom, Els. Opschieten. Aantje. Kom, liefje. Hermans heeft meer dan 150 rijtuigen verzameld. In zijn eigen schuur past dat dan ook al lang niet meer. Verschillende opslagplaatsen herbergen de koetsen. Dit is een Spaanse ossenwagen. Moet je kijken, een geweldige grote wiel of die heeft. En dat was eigenlijk de wagen dan die werd overal voor gebruikt, voor het werk. Maar ook voor verschillende bezoeken aan stad of dorpen of wat ook. En die is gemaakt, want toen maakten ze veel werk van. Op de allemaal van die kleine landschapjes zijn erop geschilderd. En op de vier hoeken daar staat de naam van de wagenmaker, de naam van de schilder, de naam van de eigenaar. Nou, hier staat u te kijken bij een lijkwagentje. Dus daar hebben velen de laatste gang mee gemaakt. Die komt ergens uit een bergachtige streek, Duitsland, Oostenrijk. Dat kun je zien, want die zijn veel smaller. Zijn ze gebouwd dan de grote lijkkoetsen. Omdat daar de paden en de wegen waar ze moesten komen smaller waren. En daarvoor werd er ook heel veel begraven op een boerenwagen. Heb ik ook nog wel eens gedaan met de paarden ervoor. Die achterste wagen met die ronde gebogen voorkant met die twee raampjes aan de zijkant. Dat is een wagen die komt uit een klooster in Moergestel. En die werd gebruikt dus daar om moeder overste naar het station te brengen. Al 10 jaar is Hermans bezig zijn koetsmuseum te realiseren. Zelf zegt hij daar 1,2 miljoen gulden voor nodig te hebben. Als hij geldgieters kan vinden, wil de provincie 2 ton voor het koetsmuseum bijdragen. En we gaan dit bulletin afsluiten met het weer. Het zijn erg zachte dagen en op sommige plaatsen was het vanmorgen vroeg al 11 graden. Het gevolg is dat de bomen al beginnen uit te lopen. Vannacht kunnen er enkele buien vallen, sommige met windstoten en onweer. Morgen staat er een stevige wind en nemen de buien in de loop van de dag af. Het wordt ongeveer 9 graden. De komende dagen blijft het droog en zacht. De zon laat zich zo nu en dan zien. En met 10 à 11 graden wordt het te warm voor de tijd van het jaar. En dit was ons nieuws van woensdag 7 januari. En dat begonnen we met de opzienbarende uitspraak van de commissaris van de Koningin Kamminga. Dat de provincie de Gelderse burger meer moet zien als een klant. En dat ambtenaren geen problemen moeten verzinnen, maar oplossingen moeten bedenken. Na de reclame is er het magazine over de comeback van René Schumann. En weet u nog wie dat is? Hij werd beroemd met zijn imitatie van Elvis in The Soundfix Show. Tot zo dadelijk. Mooi hè, al dat natuurschoon en zo dicht bij huis. Stichting Het Gelders Landschap beschermt al dat moois, voor u. En dat willen we blijven doen. Voor 35 gulden per jaar ontvangt u naast het tijdschrift Gelders Landschap ook deze prachtige gids die u feilloos alle mooie plekjes wijst. Bel daarom nu 06 9395 en word donateur. Help mee die plekjes zo gaaf te houden. Met de Belastingdienst? Ja, Thea hier. Zeg, ik heb dus een nieuwe baan. Oh, gefeliciteerd. Ja, dank je. Maar ik ben bang dat het van tijdelijke aard is. En kan ik dan ook weer geld terugvragen? Ja, als u tijdelijk hebt gewerkt, kunt u belastinggeld terugvragen met een T-biljet. Oh, bon. U kunt daarvoor de disketten bestellen, maar u kunt het biljet nu ook via internet downloaden. Downloaden? Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.